De gemeenteraad beslist over ontwikkelingen die Wijk bij Duurstede aangaan. Als inwoner van de gemeente kiest u de gemeenteraad. Dit kan iedere 4 jaar. De gemeenteraad vertegenwoordigt alle inwoners. Hij bepaalt de belangrijkste punten van beleid en controleert of deze ook zo worden uitgevoerd. De gemeenteraad bestaat uit 19 leden en zij komen uit 8 verschillende politieke partijen. Wilt u weten welke partijen in de raad zitten en hoeveel zetels zij hebben? Kijk dan op onze website. 1 keer in de 2 weken, behalve tijdens schoolvakanties, vergadert de gemeenteraad. Bijna altijd op dinsdagavond. Deze avond heet de avond van de raad. In de raadsvergadering neemt de gemeenteraad besluiten. Deze besluiten worden voorbereid tijdens de voorbespreking. Hier kunnen inwoners en bedrijven over het onderwerp van de bespreking hun mening geven. Alle raadsvergaderingen vinden plaats in het huis van de gemeente. Soms wordt er op een andere locatie vergaderd. In dit geval kondigen wij dat altijd aan op social media. U kunt onze vergaderkalender op uw eigen laptop of telefoon bekijken door het programma via een internetbrowser op te zoeken. Raadsleden hebben meestal een eigen terrein waar hun belangstelling naar uitgaat. Zo zijn er raadsleden die gaan over zorg en samenleving, bestuur en democratie en ruimte. U kunt bij de raadsgriffie terecht met uw vragen over de gemeenteraad, vergaderingen van de gemeenteraad en uw eigen ideeën. De raadsgriffie ondersteunt de gemeenteraad bij zijn werkzaamheden en onderhoudt de contacten. Elke dinsdag, 1 keer per 3 weken, kunt u de gemeenteraad laten weten hoe u over onderwerpen op de agenda denkt tijdens de voorbespreking. De gemeenteraad verzamelt dan de informatie die nodig is voor het onderwerp. De voorbesprekingen en raadsvergaderingen zijn openbaar. U bent altijd welkom om hierbij te zijn en na te praten met de raadsleden. Als u zelf een boodschap voor de gemeenteraad heeft, kunt u een mail of een brief naar ons sturen. Kijk voor meer informatie op onze website.